Hey, superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog op kellykaressen.nl. Vandaag gaan we een dagje op pad met het gezin. We gaan naar de Beekse Bergen. Superleuk, het dierentuin is dat redelijk dichtbij waar we wonen. En ik ben er eigenlijk nog nooit geweest, dus we gaan het ervaren vandaag. Ik ga eerst even mijn outfit laten zien. Ik ben al opgemaakt. Vrij basic look. En ik ga nu laten zien wat ik draag. Dat zijn mijn sloffen. Hi, van Charlie Joey. Maar die gaan dadelijk uit natuurlijk. Zwangerschapsbroek van Noppies. Hele fijne jeans met een beetje dit effect, zeg maar. Top. Dit is geen zwangerschapstop. Mijn buik lijkt vrij subtiel hierin, maar het is geen bedriegt. Van S. Oliver. Een soort blouse dingetje, zeg maar. Dan heb ik zo'n waterfall suède vestje van Lofies aan. Die vind ik echt super. Ik heb jullie al een outfit laten gezien. Dan heb ik een ketting van Tommy Hilfiger aan. En een horloge van Michael Kors. Armband is van Endless. En daar kun je dus allerlei pedeltjes en dingetjes aan toevoegen. Echt heel leuk. En dan kunnen we dadelijk gaan. Dan Lana's outfitje. Ze heeft een heel leuk truitje aan van Mimpy. En de broek is van Yola. Bakkaboe heet het merk. En de schoenen zijn van Develop. Heel mooi meisje. Ja, meisje. En we zitten in de auto. Het is heel dichtbij eigenlijk. Dus voor ons in totaal een half uurtje rijden volgens mij. Heb je zin in? Ik wel. En we zijn uitgenodigd. Er is vandaag een speciale opening. Want jullie kennen vast Little People wel. Dat is van Fisher-Price. Dat is een... Dat zijn die knuffeltjes toch? Nee, dat zijn die kleine poppetjes. Ja, die bedoel ik. Van die blije poppetjes in zo'n schoolbus. En... Ja, echt superleuk speelgoed. Dat weet ik echt nog van vroeger. Ik speelde daar vroeger al mee, maar dat bestaat nog steeds. En bij Safari Park Beekse Bergen gaan ze daar zo'n Little People schoolbus als Jeep Safari Tour bus gebruiken. En dat wordt vandaag geopend. En ik ben echt super benieuwd. Dat is echt een heel leuk speelgoed. Dus daar mogen wij bij zijn. En verder ben ik ook heel benieuwd hoe Safari Park Beekse Bergen verder is. Want ik ben er nooit geweest. Dus... Ik ben er één keer geweest. Het was volgens mij iets van 10 euro. 11 jaar. Oké. Okay. Vond je het leuk? Ik kan het niet meer. Nou, we gaan het zien. En we zijn aangekomen bij Safari Park Beekse Bergen. En om 12 uur gaan we in de Little People bus. Dus we zijn heel benieuwd. Ik zal trouwens even nog laten zien wat ik precies bedoel. Want daar staat een poster ervan. En ik denk dat jullie Little People allemaal wel kennen. Als je het zo ziet helemaal. Daar zie je het speelgoed ervan. Dus daar is dan nu een safari bus van. Even eetje. Dat is leuk. Ja. En dit is de Little People bus. Die is deze maand in Beekse Bergen. Dus actief. Daar gaan we dadelijk mee in. We zitten in de Little People safari bus. Ik zal even filmen. De binnenkant is gewoon normaal, zeg maar. Maar de buitenkant waren, zag je dus Little People. En wij zitten hier. Lana zit hier. Die zal lekker een broodje aan het eten. Zijn lekker aan het picknicken. Dus we gaan zo vertrekken. We gaan het observeren, zie je. Ja. Lief. Nou, die mag dus ook helemaal rond. Zien we daar dan wel weer terug. Oh. En we hebben de safari niet helemaal gedaan. Omdat Lana het lang zat. Vond het als anderhalf uur anders. Doen we gewoon lekker wandelen door het park. Alles ontdekken. Want ik wil nog wel apen, olifanten, giraffen. Maar we konden ook niet zo heel goed zien door dat een soort gaas. Ja, inderdaad. Ik vond het ook minder zichtbaar dat hier door het gaas van de bus zat. Dus ja, vandaar dat we het gaan wandelen doen. Maar dat is ook heel leuk. De uitrenstuk of zo. En daar zijn de tijgers. Die zie je daar lopen. Ja. Zie je de tijgers staan? Nog een zwijnen de tijgers. Zwijnen de tijgers. Goed zo. Zelfs. 1, 2, 3 krokodillen. Hier is ze. De middelste is een beetje plat. Het lijkt net een steen. Die middelste, kijk wel. Volgens mij ging net plat door die linker. De apen. En apen zijn echt mijn allerlievelingsdieren in een dierentuin. Dat vind ik altijd zo leuk. Vandaar dat ze mij heeft. Ah. En ik zie hier al gorilla's. En ik hoop dat we ook nog mensen chimpansees zo gaan zien. Dus even kijken. Daar zie je er eentje. En daar zit ook een. En daar zit er eentje lekker te wandelen nu. Daar zijn drie zilveren gorilla's. En ik zie er daar ook eentje op zo'n huisje zitten. Lange armen.
Dat is geen gorilla. Oh, een aapje. Gaan we naar de brug. En hier zijn we bij de chimpansees. Daar ben je, daar ben je. Even kijken. Wat ben ik een beetje eten? Geen twijfel, iets meer dan eten. De papa gekke. Oh, lekker al die wind zo tussen mijn pils sluit. Terwijl ik dan lekker zit te eten. Ah, dat is niks beter. En hier zie je nog wat aapjes en daarachter een olifant. Mooi. We lopen weer richting de uitgang. Ik heb even mijn jas uitgedaan, want het is echt hartstikke warm. En dat in november. Dus dat is wel echt heel fijn. En dan gaan we weer naar huis. Lana die is ook moe. Die mag dadelijk ook naar bed. Ik ben ook best wel moe, dus het is mooi geweest. En we zitten weer in de auto naar huis. Het is nu 2:30. We zijn 3:00 thuis. Kan Lana lekker slapen. Ik ga ook even naar bed. En dan kunnen we straks gaan we bij vrienden eten. En dan zijn we weer helemaal fit. Dus dat is ook wel gezellig. Dus we hebben een heerlijk dagje zo. En we zijn weer terug. Patrick. Hey. Kom naar mijn mama zitten. Kom naar mijn mama zitten. Hey. Kom maar schat. Ondertussen drink ik even een theetje. En zit Patrick heel naar mij te kijken. De rotzak. Ik ga daar even lekker liggen. Even bijkomen. Dus ja. Ik drink trouwens herfstthee van gewoon van een of ander goedkoop merk van Albert Heijn. Echt heel lekker. Aanradertje. En nou zit mijn vriendje lekker bij me. Hé? Het is zo'n schatje. Hé? Lekker knorren. Als je goed luistert hoor je hem. Dan zou je toch een kat willen zijn als je dat hoort. Zo lekker genieten overal van. Ligt lekker bij de baby, hè? Mama's buik. Ja, ligt lekker bij de baby altijd, hè? Als je bij me komt zitten, dan wilt hij altijd bij de baby zitten. Of je dat door heeft, geen idee. Ja. Hallo. Ik heb even lekker geslapen, Lana ook. Ben me een beetje fitter en we gaan zo bij vrienden eten. En dan ga ik verder niet vloggen, want ja, ons kindje en hun kindje zijn erbij. En dat vind ik allemaal een beetje privé. Dus dat hou ik even voor onszelf. Maar daarom ga ik nu de vlog even afsluiten, gekkie. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je deze vlog leuk vond. En dan zie ik jullie heel graag de volgende video weer. Doei!